Welkom bij dit live webinar. Een webinar over de wet arbeidsmarkt in balans, de WAP dus. Op 1 januari 2020 treedt de WAP in werking. Met deze nieuwe wet wil de regering vast minder vast en flex minder flex maken. Onder andere door oproepkrachten meer zekerheid te bieden. Maar wat verandert er dan voor jouw bedrijf? En hoe kun je het beste hierop voorbereiden? In deze uitzending maken we de wetswijziging praktisch aan de hand van klantcases en checklists. Zodat je een goed beeld krijgt van de impact van de wetswijziging voor medewerkers en voor jou als werkgever. Heb je tijdens de uitzending een vraag? Ons chatteam staat in de startblokken om hier een antwoord op te geven. Laten we eens even kijken of ze er klaar voor zijn. Dankjewel Annemarie. Ja, we zitten hier echt helemaal klaar voor. Nou, dat ziet er inderdaad goed uit. Hebben jullie goed voorbereid? Nou, chips en cola. Nee, natuurlijk, we hebben ons ook wel heel erg goed verdiept. We zijn de boeken ingedoken. Erik-Jan en Simone hebben zich met name verdiept in oproepkrachten en de ketenregeling. Lana en Tossif, met name payrolling, cumulatiegrond bij ontslag en transitievergoeding. Ja, en ikzelf, nou, ik heb zo'n beetje het complete wetboek uit mijn hoofd geleerd. We verwachten ook namelijk heel veel vragen. We hebben denk ik niet de tijd om elke keer in te breken in de studio. Maar ik heb eigenlijk wel een idee. Als er een goede vraag binnenkomt, het zijn natuurlijk alleen maar goede vragen. Dan pak ik gewoon de megafoon en dan ga ik roepen. Chatvraag! Nou, daar kunnen we niet omheen. Ja, goed hè. En wat ook nog wel handig is om te weten, dat we hier nog een half uur na de uitzending op de chat zitten. Dus wil je eerst rustig het webinar bekijken en daarna je vraag chatten? No problemo. Nou, dat klinkt goed. Dan zien we je zo. Onmisbaar zijn mijn studiogasten. Samen met hen maak ik de WAP vandaag behapbaar en praktisch. Als eerste wil ik jullie voorstellen aan Werner Klaassen, directeur Tempo Team. Daarnaast ook een fervent voetballer en kampioen in ballen hoog houden. Hij kan dit zo'n 436 keer achter elkaar. En je kan hem wakker maken voor... Blokje kaas. En als ik WAP zeg, dan zeg jij? Ja, nog 2,5 maand tot invoering. Dus tijd voor goede gesprekken met onze klanten. En zonder mijn tweede studiogast zouden we vandaag niet veel verder komen. Onze enige echte Laurine Michielsen. Als jurist kent ze het wetboek van binnen en buiten. En ze is gek op... Een bakje sterke koffie. Voor een potje tafelvoetbal hoef je er trouwens niet wakker te maken. En als ik WAP zeg, dan zeg jij... Dan zeg ik, dat is een heel nieuw speelveld met nieuwe regels en veel nieuwe uitdagingen. Ja. Beide welkom in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Ja, we gaan het dus hebben over de WAP vandaag. De meeste maatregelen die gaan per 1 januari 2020 al in. Om daar tijdig op in te spelen, vraagt dat natuurlijk ook wat van jou als werkgever. En moet je dus aan de bak. Of misschien ben je dat al lang. We zijn langs geweest bij Nationale Nederlanden en plantenexporteur Royal Lemkes. Om te kijken hoe de WAP in hun organisatie leeft. Ik schat in dat we op dit moment 60-70% klaar zijn. Wij werken veel samen met leveranciers. In de praktijk betekent het dat wij met de leverancier samen moeten kijken van hoe we de wet gaan aanpakken. Elke leverancier heeft zijn eigen manier waarop hij zijn arbeid inricht. Daarnaast hebben wij natuurlijk aparte contracten met leveranciers. Dus het is echt maatwerk en samen met de leverancier moet je daar zo goed mogelijk naar kijken hoe je dat samen gaat oppakken. Onze handel is niet te sturen, is heel erg afhankelijk van het weer. Onze zorg die we hebben is dat als wij voor 70% de planning invullen, dat hij dan uit gaat schieten naar die 120 en dat de uitzendbureaus dan niet de mensen kunnen leveren die we nodig hebben. Voor Nationale Nederlanden heeft het best wel veel impact ook op de min-max-contracten. Je moet je voorstellen van als er een storm is, dat er dan veel schade is en dat we dan behoorlijk moeten gaan opschalen. We moeten er goed over nagedenken ook binnen NN van hoe we daar en op welke manier we daarmee om moeten gaan. Binnenkort gaan we met Lemkes, nou, de teamleiders en de belanghebbenden van het Tempo Team om de tafel zitten om het hele proces via een brown paper sessie in kaart te brengen. Werner. In het filmpje zie ik dat de WAP leeft bij Werkend Nederland. Nou kom jij ook heel veel bij klanten. Wat zie je daar? Ja, dat is eigenlijk wel tweeledig. Ik was van de zomer nog bij een klant en ik vertelde... Goh, bent u al bezig met de wet arbeidsmarkt in balans? Wet arbeidsmarkt in balans, eigenlijk nog nooit van gehoord. Dus dat komt ook voor. En dat is dan toch een klant, groot bedrijf. Maakt veel gebruik van flexibiliteit. Maar ik heb ook het andere meegemaakt. Dat ik bij een klant was en die zei van... nou Wender, ik heb er naar gekeken. Volgens mij is dit impact op mijn bedrijf. Hoe kunnen wij samen kijken om dit op te gaan lossen? Dus het is tweeledig. Beetje een mix inderdaad. Maar als het goed is, na dit webinar weet iedereen ervan. Ja,
Zou je eens een voorbeeld kunnen geven uit de praktijk? Ja, als ik, even twee voorbeelden. Ik was bij een groot pretpark. We zijn er denk ik allemaal wel eens geweest. En die hebben gewoon veel behoefte aan flexibiliteit. Het is mooi weer of het is geen mooi weer. Het is vakantie of niet vakantie. Dus het maakt nogal wat uit of dat we daar in februari naartoe gaan. Of dat we daar in juli op een mooie zomerdag naartoe gaan. En dan heb je dus gewoon als klant een enorme behoefte aan flexibiliteit. En dan moet je heel goed samen kijken van hoe gaan we dit nou met elkaar oplossen. En op wie heeft WAP eigenlijk allemaal betrekking? Ja, de WAP heeft betrekking op heel werkend Nederland. Dus zowel op werkgevers als op werknemers. En het treft maatregelen voor flex en vaste medewerkers. En met flex bedoel ik dan alle tijdelijke contracten. Waaronder ook uitzendkrachten en payrollmedewerkers. Ja, dus echt op iedereen. En wat was er nou mis met die oude wet eigenlijk, de wet werk en zekerheid? Ja, de wet werk en zekerheid hebben we in 2015 gehad. Hè, en die moest al zorgen dat flex iets minder flex werd en vast iets minder vast. Maar het heeft toch een aantal knelpunten die de wet arbeidsmarkt in balans nu moet oplossen. Ja, en Werner, de WAP heeft voor ogen dus inderdaad, Laurien zei het al, vast minder vast te maken en flex dus minder flex. Maar gaat dat in de praktijk ook zo uitpakken, verwacht jij? Nou, dat gaan we natuurlijk zien. Maar laat me vooropstellen dat we als Tempo Team ervoor zijn dat flex minder flex wordt en vast minder vast. Alleen we weten ook dat flexibiliteit in een open economie als de Nederlandse onlosmakelijk is. En waar we een klein beetje bang voor zijn, is dat er een waterbedeffect ontstaat, omdat voor ZZP er nu geen oplossing is. Dus er is geen integrale arbeidsmarktoplossing, maar flexibiliteit, dat zal blijven. Dus dat is net nog even dat ene puntje wat mist, zeg maar, in die wet. En jij staat elke dag in contact met werkend Nederland. Waarom is het nou zo belangrijk dat die werkgevers flexibel kunnen zijn? Nou ja, wat ik eigenlijk net al zei, hè, we zitten in een open economie als Nederland. En wat je gewoon ziet, nou, ik kan een voorbeeld pakken van een transporteur. Nou, in Duitsland gaat het nu eventjes wat minder, dus je ziet dat zijn transporten wat minder worden. Maar tegelijkertijd weten we ook dat als het seizoen aanbreekt, dat diezelfde transporteur het hartstikke druk krijgt. Kijk naar Royal Lemkes. Royal Lemkes, plantenexport. Moederdag, iedereen koopt een plant voor zijn moeder. Dan heb je het gewoon heel druk. Dan is er flexibiliteit. Dus ja, daar moet een oplossing voor zijn. Die is er ook en die zal ook altijd blijven. Ja, helder inderdaad. Dat moet gewoon kunnen. En welke impact heeft die nieuwe wet nou op die flexibiliteit? Er zijn meerdere aspecten. Er wordt iets gezegd over payroll, hoe we daarmee omgaan. Er wordt iets gezegd over oproepkrachten, hoe we daarmee omgaan. Er wordt ook iets gezegd over vaste arbeidsomvang. Maar Roderick en Lorin die gaan ons daar prima doorheen helpen. Dankjewel. We spreken jou later. Ja, dankjewel. De hoogste tijd om samen te kijken wat de wetswijziging nou precies inhoudt. De WAP bestaat uit 6 maatregelen. En omdat we het vandaag praktisch en behapbaar willen houden, nemen we stuk voor stuk een maatregel met je door. We beginnen met de ketenregeling voor tijdelijke contracten. De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Op dit moment zijn dat 3 tijdelijke contracten in een periode van 2 jaar. En Laurien, wat gaat er veranderen in die ketenregeling? Nou, de ketenregeling is best wel een bijzondere in het rijtje van maatregelen, want de ketenregeling wordt juist verruimd en verhoogt daardoor de flexibiliteit. En vanaf 1 januari is het mogelijk om in 3 jaar tijd 3 tijdelijke contracten te geven. Dus de 2 jaar die het nu is, gaat straks naar 3 jaar toe. En de onderbrekingsregel blijft wel hetzelfde. Dus als je meer dan 6 maanden niet gewerkt hebt, dan start de keten weer opnieuw. En bij de aanmelding van dit webinar hebben we een praktijkcase over de ketenregeling binnengekregen die hierop inhaakt. De case is als volgt. De werkgever kan op 1 november nog een laatste contract voor een bepaalde tijd geven aan zijn medewerker. Op 1 februari 2020 is die medewerker 2 jaar in dienst. De vraag is of die nu al rekening kan houden met die termijn van 3 jaar dus. Ja, wat je ziet in deze wetgeving is dat heel veel regels directe werking hebben. Zo ook de ketenregeling. Dus de 3 jaar termijn gaat in per 1 januari. En alle contracten die eindigen na 1 januari, daarvoor geldt die periode van 3 jaar. Dus in het voorbeeld of in de vraag die jij net stelde, is het inderdaad zo dat je daarop kunt anticiperen. Chatvraag. We hebben een chatvraag binnen, hoor ik. Laten we even naar het scherm gaan. Hoi Laura, jij bent live in de uitzending op dit moment. Heb je een vraag binnengekregen? Jazeker, we hebben een vraag binnengekregen die inhaakt op jullie gesprek. Ik ga hem even voorlezen. Ik heb bij CAO de ketenregeling verruimd naar 6 contracten in 4 jaar tijd.
Blijft dit nu wel of gaat dit ook terug naar 3 contracten in 3 jaar tijd? Nou, Laurien, goede vraag. Heb jij het antwoord erop? Nou, de verruiming van de ketenregeling, zoals in de vragen, die blijft mogelijk. Dus je kunt nog steeds bij CEO 6 contracten in 4 jaar tijd afspreken. Zoals we dat ook hebben gedaan in de ABC over uitzendkrachten. Zijn er nog meer vragen binnengekomen, Laura? Jazeker. Er wordt gevraagd of er een uitzondering is voor jongeren onder de 18 jaar. Kun je daar een antwoord op geven, Laurien? Jongeren tot 18 jaar, daarvoor geldt de ketenregeling niet als ze minder dan 12 uur per week werken. En zijn er nog meer uitzonderingen? Ja, zo zijn er ook uitzonderingen voor als je een opleiding doet. Dus de BBL-trajecten, die zijn ook uitgezonderd van de ketenregeling. En voor de AOW-gerechtigden geldt ook weer de verruiming van die 6 contracten in 4 jaar tijd. Duidelijk verhaal. Het is dus belangrijk dat je als werkgever het aantal tijdelijke contracten en de einddata daarvan in beeld hebt voor 1 januari 2020. En natuurlijk zijn er nog veel meer to-do's voor de ketenregeling. Om het zo praktisch mogelijk te houden, hebben we per maatregel een checklist gemaakt die je op onze website kunt downloaden, zodat je hier zelf mee aan de slag kunt. Dan is het nu tijd voor het volgende onderdeel, oproepcontracten. Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen vast aantal uren is overeengekomen of waarin de loonuitsluiting wordt toegepast. Het gaat om alle contracten zonder vast aantal uren. Denk aan nulurencontracten, maar ook aan min-max-contracten. Dit is de maatregel met de grootste impact. En we hebben hier ontzettend veel vragen over gekregen. Ja, Laurien, wat is nou het grote verschil met betrekking tot die oproepkrachten als we kijken naar voor de WAP en na de WAP? Nou, voor de WAP had de oproepovereenkomst eigenlijk geen definitie in de wet. En kon je ook mensen oproepen en weer afbellen zonder dat dat kosten met zich meebracht, zonder dat je dat loon moest betalen. En de wijziging nu is dat je als je iemand toch na 4 dagen nog de dienst wil wijzigen, dat dat niet meer onverplicht kan. Zou je hier eens een concreet voorbeeld van kunnen geven hoe dat er in de praktijk uitziet? Nou, als je bijvoorbeeld een medewerker hebt, laten we zeggen, we hebben Jeroen en Jeroen werkt in een callcenter bij een verzekeringsmaatschappij. En als een storm verwacht wordt, dan zorgt dat het callcenter op orde is, omdat er dan veel meer schades binnen gaan komen. Dus dat is afhankelijk van de weersomstandigheden dan, hoe je zorgt dat daar het aantal medewerkers wat daar zit. En als er nou storm verwacht wordt en de werkgever roept Jeroen alvast op. Op de dinsdag voor de donderdag. En op woensdag blijkt het weer toch totaal anders te worden. Dus ze willen dan Jeroen zeggen van joh, op donderdag hoef je niet te komen. Ja. En dan zit je binnen die termijn van die 4 dagen. En dat betekent dan dat je wel die dag gewoon het loon moet doorbetalen. Ja. En dan is het zelfs zo, hè, als de storm niet donderdag is, maar bijvoorbeeld op vrijdag, dat je zegt, Jeroen, joh, kom niet op donderdag, maar kom op vrijdag. En Jeroen zegt, nou joh, dat vind ik prima. Dan moet de werkgever dus de donderdag betalen, maar ook de vrijdag. Ja, nou, dat is een helder verhaal inderdaad. Laten we even kijken naar de praktijk. We zijn langs geweest bij CB in Culemborg. Zij werken veel met de oproepkrachten. Wat gaat de WAP voor CB betekenen en hoe bereiden zij zich hierop voor? Door de WAP zullen flexkrachten die langer dan 12 maanden bij ons gewerkt hebben een contract krijgen met een vaste arbeidsomvang. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld 30 uur een contract hebben en dat ze ook 4 weken lang 30 uur betaald gaan krijgen. Of ze gewerkt hebben of niet. Dus dat vraagt veel van de planning eigenlijk. We hebben eind van de zomer kennissessies gehad voor alle leidinggevenden over wat de nieuwe wet inhoudt. En daarnaast hebben we met shiftleaders samen met Tempo Team een planningsanalyse gemaakt van het proces van nu. En daarin te bekijken hoe het proces veranderd moet gaan worden. We zullen bekijken of ons tijdregistratiesysteem gaat helpen bij de veranderingen. En daarnaast is Tempo Team bezig om een planningstool aan te passen op de nieuwe wetgeving. In de maand december willen we gaan testdraaien. Testdraaien eigenlijk met de nieuwe planningsmanier om te kijken of we daadwerkelijk WAP-proof zijn. Ja, planning wordt dus een belangrijk ding, maar hoe zit het nou precies als een oproepkracht 12 maanden heeft gewerkt? Nou, als een oproepkracht 12 maanden heeft gewerkt, dan moet de werkgever, de werknemer, een aanbieding doen voor een vaste arbeidsomvang. En die vaste arbeidsomvang moet dan zijn gebaseerd op de verloonde uren in die 12 maanden daaraan voorafgaand.
Ja, en we hadden het net over bijvoorbeeld Jeroen, hè, die dan dus in dat callcenter voor de verzekeringsmaatschappij werkt op een nulurenbasis, contract. Wat betekent de WAP dan voor hem? Nou, ook als hij 12 maanden heeft gewerkt, dan moet de werkgever hem een contract aanbieden met een vaste arbeidsomvang. En hoe werkt die telling van die 12 maanden dan precies? Nou, voor de 12 maanden dan tel je de arbeidsovereenkomsten bij elkaar op, waarbij dan een onderbreking van 6 maanden, zoals we ook al zagen in de ketenregeling, die telt dan niet mee. En daarna begint de telling ook voor die 12 maanden weer opnieuw. En wat als die aanbieding nou niet wordt gedaan? Als de aanbieding niet wordt gedaan, dan is de werkgever wel verplicht om na die 13e maand eigenlijk, want hij moet in de 13e maand de aanbieding doen, om dat loon over het gemiddelde van die daaraan voorafgaande maanden door te betalen. Kun je vanaf 1 januari eigenlijk als werkgever nog wel werken met een min-max-contract dan? Ja, je kunt nog steeds blijven werken met een min-max-contract. Alleen na een periode van 12 maanden moet er een vaste arbeidsomvang worden aangeboden door de werkgever. En de werknemer mag dit aanbod wel weigeren en flexibel blijven werken. Maar iedere 12 maanden moet de werkgever opnieuw dat aanbod doen. Ja, kortom, zorg dus dat je alles rondom oproepkrachten goed in beeld brengt. Als eerste stap moet je weten welke oproepkrachten vanaf 1 januari 2020 langer dan 12 maanden in dienst zijn. En of hier sprake is van een vaste arbeidsomvang of een oproepovereenkomst. Voor meer praktische to-do's rondom oproepcontracten, download de WAP-checklist op onze website. Dan zijn we aangekomen bij het derde onderdeel, payrolling. Op het gebied van payrolling gaat er veel veranderen. Voor dit onderwerp schuift Roderick Visser bij ons aan. Hij is manager Tempo Team payrolling en weet hier dan ook alles over. Roderick, welkom. Fijn dat je erbij bent. Dankjewel. Wat hebben we nou altijd verstaan onder payrolling voordat de WAP er was? Ja, het is altijd zo geweest dat als een opdrachtgever zelf een medewerker werft en selecteert en vervolgens onderbrengt bij een payrollorganisatie of een uitzendorganisatie, dat we dat payrolling noemden, waarbij het juridische werkgeverschap in handen kwam van het payrollbureau of het uitzendbureau. Maar waarom veranderen die regels eigenlijk? Waar is het niet goed? De regering erkent dat payrolling wel degelijk een functie heeft binnen Nederland. Alleen ze zijn niet zo blij met de flexibiliteit die dat altijd geboden heeft. Dus daarvan willen ze af en daar hebben ze een aantal regels voor opgesteld. Ja, dat flex minder flex, die kwam er natuurlijk ook aan. Wat gaat er per 1 januari eigenlijk allemaal veranderen? Ja, de payrollovereenkomst krijgt een apart stuk in het wetboek. Dus het wordt een aparte overeenkomst. En het gevolg daarvan is dat voor de medewerker die daaronder valt onder die definitie, dat die alle arbeidsvoorwaarden krijgt die de medewerkers in dienst bij die opdrachtgever ook hebben. En ook de ketenbepaling krijgt die de medewerkers van die organisatie hebben. Ja, dus alle arbeidsvoorwaarden die worden van toepassing, geldt dat ook voor pensioen? Ja, op zich zou het ook voor pensioen gelden, maar pensioen is uitgesteld tot 2021. En vanaf dat moment geldt een adequate pensioenregeling voor de payrollmedewerkers. Ik heb begrepen dat er twee zaken belangrijk zijn. Allocatie en exclusiviteit. Vertel. Dat klopt. Aan die twee elementen, dus aan de allocatie en de exclusiviteit, wordt getoetst of dat er sprake is van een payrollovereenkomst. En hoe zit dat dan bij allocatie bijvoorbeeld? Nou, van allocatie is sprake als de werving en selectie is gedaan door het uitzendbureau. Als dat niet het geval is, zou er sprake kunnen zijn van een payrollovereenkomst. En dan kom je eigenlijk aan het tweede element, hè, de exclusiviteit. Dat houdt in dat als er exclusief ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever, dus als de payrollmedewerker niet zonder toestemming bij een andere opdrachtgever mag werken, als je die dan samenneemt, dan is er sprake van een payrollovereenkomst. Roderick, jij spreekt elke dag klanten, hè, waar medewerkers werkzaam zijn via payrolling. Ja. Wat verandert er nou voor zowel die medewerker, die opdrachtgever als de werkgever? Ja. In de meeste gevallen betekent het voor de medewerker dat ze meer arbeidsvoorwaarden krijgen. Dat betekent dan ook meteen dat voor die opdrachtgever het duurder wordt, omdat ze dat moeten betalen. En voor ons als werkgevers, dus payrollorganisaties, betekent dit dat we heel veel moeten inregelen. Want je kunt je voorstellen dat er heel veel cao's en regelingen in Nederland zijn die wij allemaal aan moeten kunnen. Dat betekent nogal wat, inderdaad. Dat betekent heel veel. Maar hoe gaan jullie daar bij Tempo Team payrolling mee om? Wij zijn op dit moment druk bezig met alle systeemaanpassingen die dat vergt. Zo kun je je bijvoorbeeld voorstellen als een medewerker binnen de branches overheid en onderwijs recht heeft op een individueel keuzebudget. Dat we dat allemaal aan moeten zetten. Dus wij zijn ernstig op stoom richting 1 januari. Helder verhaal. We hebben voorafgaand een aantal vragen mogen ontvangen met betrekking tot payrolling. Ik pik er even een paar uit. Laurien, er is een vraag gesteld door een opdrachtgever waar een payrollmedewerker werkzaam is en momenteel ook een vierde tijdelijke contract heeft. Betekent dit dat deze payrollmedewerker vanaf 1 januari aanstaande een contract voor
onbepaalde tijd heeft. Het contract voor bepaalde tijd kan uitgediend worden na 1 januari. Alleen bij het eerstvolgende contract moet je toetsen aan de ketenregeling. En dat zou in dit geval een contract voor een bepaalde tijd betekenen. Roderick, betekent dat eigenlijk ook dat die verruiming van die arbeidsvoorwaarden, dat dat dan ook pas dan geldig is? Bij 1 januari gaan echt alle arbeidsvoorwaarden gelden voor payroll-medewerkers. Vandaar dat het heel erg van belang is om ook die arbeidsvoorwaarden goed inzichtelijk te hebben. Ja, dus werk aan de winkel. Ja. En toets dus welke payroll-medewerkers jij in dienst hebt aan de hand van de nieuwe payroll-definitie. En als je dit weet, ga dan in gesprek met jouw huidige leveranciers die dit verzorgen. We hopen dat dit blokje inzicht heeft gegeven over de maatregel payrolling. En heb je nou specifieke vragen? Stel deze dan via de chat. We zitten inmiddels op de helft van het webinar. Tijd voor een kleine break en dat gaan we doen in de vorm van een quiz. Even kijken of je hebt opgelet. Zijn jullie er klaar voor? Pen en papier erbij, dan gaan we starten met de quiz. En Roderick geeft ons natuurlijk de goede antwoorden. De eerste vraag luidt: vanaf welk moment heeft de kandidaat recht op een contract voor onbepaalde tijd binnen de nieuwe ketenregeling? Is dat A, na 2 contracten in 2 jaar? B, na 3 contracten in 2 jaar? Of C, na 3 contracten in 3 jaar? Denk goed na. Roderick, wat is het goede antwoord? Het goede antwoord is C. Dus 3 contracten in 3 jaar. De huidige situatie is 3 contracten in 2 jaar. Dus dat was de instinker? Ja. Gaan we naar de volgende vraag. Welke medewerkers vallen binnen de categorie oproepkracht? Is dat A, medewerkers met een min-max-contract? B, alle medewerkers die korter dan 12 maanden in dienst zijn? Of C, alle medewerkers die voor een uitzendbureau werken? Het goede antwoord is A, dus alle min-max-contracten. En in de praktijk komen we nog wel tegen dat mensen denken dat het alleen over uitzendkrachten gaat. Maar dat is dus niet. Het gaat om de min-max-contracten. Helder, de min-max-contracten. Dan gaan we naar de derde vraag, de laatste vraag. De dienst van een oproepkracht wijzigt 1 dag van tevoren, van 6 uur in de ochtend tot 2 uur in de middag, naar 8 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag. En hij stemt hiermee in. Wat is dan juist? A, de oproepkracht krijgt in totaal 8 uur uitbetaald. B, de oproepkracht krijgt in totaal 10 uur uitbetaald. Of C, de oproepkracht krijgt in totaal 16 uur uitbetaald. En wat is het goede antwoord? Het goede antwoord is B, dus 10 uur. En als je goed rekent, dan zijn beide diensten natuurlijk 8 uur. Maar omdat de dienst verschoven is, heeft die medewerker recht op die 2 extra uren. Nou, helder verhaal, Roderick. Heb je thuis of op kantoor nou meegedaan en alle vragen goed? Ben je lekker bezig. Zo niet, geen paniek hoor, want over een paar dagen staat dit webinar voor altijd op het wereldwijde web en kun je dus wanneer je maar wilt nog eens terugkijken. We gaan door. Vanaf januari 2020 wordt de cumulatieve ontslaggrond toegevoegd aan het ontslagrecht. Hierdoor kun je als werkgever meerdere ontslaggronden combineren en dus makkelijker door de rechter een dienstverband laten ontbinden. Laurien, cumulatieve ontslaggrond, kun je dat eens toelichten? In de wet staan de redelijke gronden voor ontslag, zoals bijvoorbeeld dysfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. En je moet op basis van één van de gronden moet je een voldragen dossier hebben, wil je dat de rechter over kan gaan tot ontbinding. En per 1 januari is het mogelijk om verschillende ontslaggronden met elkaar te combineren. Dus dat noemen ze dan de cumulatiegrond. Wordt het met de invoering van die nieuwe WAP nou ook echt eenvoudiger? Nou, het blijft natuurlijk wel zo dat je een goed dossier moet hebben, wil de rechter tot ontbinding kunnen overgaan. En daarnaast is het zo dat de rechter ook een aanvullende transitievergoeding toe kan kennen tot maximaal 50% extra. Ja, dus met de nieuwe invoering van de WAP geldt bij cumulatieve ontslaggrond nog steeds dat je het dossier goed op orde moet hebben. Denk hierbij aan een goede archivering van beoordelings- en functioneringsgesprekken en e-mails. Dan gaan we nu door naar de volgende maatregel, transitievergoeding. Vanaf januari 2020 heeft elke medewerker vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Nu ligt die grens op 24 maanden. Laurien, kun je dat eens uitleggen? Ja, het is nu zo dat inderdaad de transitievergoeding pas verschuldigd is na 24 maanden. Maar vanaf 1 januari geldt de transitievergoeding na de eerste werkdag, of eigenlijk vanaf de eerste werkdag bij onvrijwillig vertrek van de werknemer. Er verandert ook iets voor 50-plussers en mensen die langer dan 10 jaar in dienst zijn, toch? Ja, dat klopt. Nu is het zo dat voor die groepen de regeling zo is dat de transitievergoeding hoger is. Dus die kent een andere manier van berekenen. En vanaf 1 januari is het voor iedereen hetzelfde. De grote vraag is natuurlijk, wat wil het kabinet hiermee bereiken?
Nou ja, door die drempel van die 24 maanden eruit te halen, proberen ze flex wat dichter naar vast toe te brengen. En hopen ze daarmee het aantrekkelijker te maken om mensen te laten doorstromen naar een vast dienstverband. Nou hebben we ook eerder nog een vraag binnengekregen van een werkgever hierover. Zij heeft op 1 februari 2019 een jaarcontract gegeven aan een medewerker. En dat contract eindigt van rechtswege op 31 januari 2020. Is er dan een transitievergoeding verschuldigd? Ja, ook de transitievergoeding heeft directe werking. Hè? En omdat het contract eindigt na 1 januari... heeft die medewerker recht op een transitievergoeding, waarbij die berekend moet worden, ook over de periode voor 1 januari. Vooraf aan de uitzending hebben we ook een vraag binnengekregen over het verrekenen van opleidingsgeld met uitbetalen van de transitievergoeding. Hoe werkt dat? Nou, het was altijd al mogelijk dat je opleidingskosten kon aftrekken van de transitievergoeding. Alleen dat wordt nu iets verruimd. Waardoor dat makkelijker wordt om opleidingskosten te verrekenen met de transitievergoeding. Oké, dus dat wordt dan weer wat makkelijker. Ja. Ja. Ben je van plan om tijdelijke contracten niet te verlengen? Hou er dan rekening mee dat je na 1 januari 2020 verplicht bent een transitievergoeding uit te keren. Dit geldt alleen wanneer het gaat om een onvrijwillig vertrek. Als de medewerker dus zelf het initiatief neemt, zorg dan dat je dit schriftelijk vastlegt. Genoeg over de transitievergoeding. We gaan nu door met de laatste maatregel, de WW-premie. De WW-premie is nu nog afhankelijk van de sector, maar met de invoering van de WAP is de contractvorm bepalend voor de hoogte van de WW-premie die je als werkgever afdraagt. Laurien, wat betekent dat precies? Nou ja, zoals jij al zegt, de sectorindeling wordt afgeschaft en we gaan toen naar twee soorten WW-premies, namelijk een hoge en een lage, waarbij de hoge premie geldt voor eigenlijk alle oproepcontracten en contracten voor bepaalde tijd en de lage premie voor de contracten voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang. En is die nieuwe WW-premie al bekend? Nee, die is op dit moment nog niet bekend. Wat we wel weten is dat die 5% van elkaar verschillen. Dus dat de hogere premie 5% hoger is dan de lage premie. Dus dan begrijp ik goed dat een medewerker die een contract heeft voor onbepaalde tijd en dus echt met een vaste arbeidsomvang, dat dan de lagere premie van toepassing is? Ja, dat klopt. Dan is de lage premie van toepassing. Alleen als je die medewerker toch 30% meer inzet, hè, dus dat hij in een jaar veel meer werkt dan zijn vaste arbeidsomvang, dan geldt met terugwerkende kracht de hoge premie. Chatvraag! Helder. En ik hoor ook dat we een chatvraag binnen hebben gekregen. Dus laten we even naar het scherm gaan. En Laura staat inmiddels weer live bij ons. Laura, kun je ons vertellen wat de vraag is die binnen is gekomen over de WW-premie? Jazeker, we hebben een hele goede vraag binnengekregen van een werkgever. Ze wil weten, hoe kun je het goed regelen als werkgever? Nou, Laurien, hoe kun je het goed regelen als werkgever? Nou, in je loonadministratie moet je vastleggen om welk contractvorm het gaat. Dus je moet op de loonspecificatie vastleggen dat het een contract voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd is. En of dat het een oproepcontract is. Het is dus verstandig om nu alvast de contractvormen onder de WAP in kaart te brengen en reserveer alvast budget voor de nieuwe WW-premie. Alle 6e maatregelen hebben we voor je op een rij gezet. De praktische vertaalslag voor jou als werkgever staat in een WAP-checklist die je kan downloaden op onze website. Ik kan me voorstellen dat je kijkt en nu denkt, oké, helder wat die WAP inhoudt, maar hoe nou verder? Nou, wij van Tempo Team willen je daar natuurlijk graag bij helpen. En Werner, hoe gaan we dat dan doen? Ja, dat wij de oplossing bieden, zou ik zeggen. Daar zijn we van. We zijn van flexibiliteit. Nee, we hebben natuurlijk een hoop gehoord in dit webinar. En het is niet alleen iets van ons. Het is een wet die maakt dat onze klanten hier ook voor hun vast personeel iets mee moeten. Dat betekent ook dat ze met hun flexibele schil iets moeten. En dat betekent ook dat ze met ons van Tempo Team, die de uitzendkrachten levert, dat we ook iets moeten. En daar zit ook een stuk maatwerk in. Want uiteindelijk is iedere situatie anders. We hebben klanten bij Roderick, we hebben payroll, we hebben in-huis klanten. We hebben klanten in het MKB en die hebben allemaal hun eigen vraagstuk. Dus wat er in ieder geval, wat wij hebben gedaan, is dat we ervoor gezorgd hebben dat al onze medewerkers getraind zijn. Die weten alles van de WAP af. Hebben ook toetsen moeten maken en dat is van belang. Want anders kunnen we geen goed adviseur zijn. Ja. Dat is het eerste wat we gedaan hebben. En als de afspraak al niet staat, en bij veel klanten staat de afspraak al, dan zullen we zorgen dat we snel een kop koffie komen drinken. Om samen die oplossing voor die klant te bedenken, hoe we omgaan met flexibiliteit, zijn vast personeel, dat we daar een goed adviseur in zijn. En dat allemaal binnen de kaders van de wet arbeidsmarkt in balans. Dus ik zou zeggen, beste klant,
u ziet ons snel. Laurien, heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Werner heeft dit zo mooi verteld, daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Nou, in ieder geval, het is voor mij ook een helder verhaal. Dank je wel, allebei, voor jullie komst. En ik hoop dat dit webinar jou een heel duidelijk beeld heeft gegeven van de veranderingen. Vergeet vooral niet de checklist te downloaden voordat je ermee aan de slag gaat. En het goede nieuws is dat deze uitzending ook in alle rust is terug te kijken. Je ontvangt hier volgende week een mail over. Of misschien denk je, goh, dit moet mijn collega ook zien. Die kan wel wat WAP-kennis gebruiken. Nou, stuur de link dan ook gerust door naar andere geïnteresseerden. En heb je nog vragen? Stel ze dan vooral aan ons chatteam. Zij zijn het komende half uur nog bereikbaar om je op gang te helpen met de WAP. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.